en leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik vraag 2 van het blad formules uitzoeken, of formules zoeken, met jullie behandelen. Nou, wat we in deze vraag zien is een heel verhaal over toluïen. Dat wordt gebruikt als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie. Het is ook een onderdeel van benzine en wordt gebruikt als oplosmiddel in bandenplakmiddel. Nou, dit ziet u in Wikipedia als u daar de moeite toe doet. Bij de volledige verbranding van 150 gram toluïen komt 501,56 gram koolstofdioxide en 117,32 gram water vrij. Bereken de mogelijke molecuulformule voor toluïen. De volledige verbranding. Nou, een volledige verbranding, dan moet u denken, oké, ik heb een stof en in dit geval hebben wij de stof toluïen. En toluïen kort ik even voor mijn persoonlijke gemak af als tol. En tol noem ik vanaf nu stof X. En wat we weten is stof X die wordt volledig verbrand en daarbij ontstaat CO2 en H2O. Bij een volledige verbranding wordt altijd zuurstof toegevoegd. U heeft een brandstof plus zuurstof en daaruit volgt CO2 en H2O. Nou, daar gaan we een tabelletje van maken. In een tabel gaan we namelijk de portieverhoudingen berekenen waarin deze stoffen met elkaar reageren. Massa, één portie en het aantal porties. Nou, dan gaan we ook de stoffen inzetten, uiteraard, die hierbij een rol spelen. Dat zijn de onbekende stof X, dat is zuurstof, dat is CO2 en dat is H2O. Oké. Nou, we gaan eens even kijken. We weten dat er 150 gram stof X is. Ik zal dat in het rood doen, dat is wellicht wat duidelijker. Zuurstof weten we nog niet, CO2 is 501,56 en water is 117,38. Nou, kunnen we verder iets berekenen? Jazeker, we weten namelijk hoeveel massa er na de pijl is, hè, dus na de reactie aan reactieproducten. Maar we weten ook hoeveel stof X er is, dus we kunnen berekenen hoeveel zuurstof er is, want er is massa behoud. Stel dat hier 100 gram zit, dan moet daar ook 100 gram zitten. Nou, in dit geval zit er aan de rechterkant 501,56 plus 117,38. Dat is de totale massa na de reactie. En daar halen we 150 van af. Dus deze twee buiken opgeteld min die. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. Nou, dan komt u uit op een waarde van 468,94. Dus je hebt die plus die gedaan, gedeeld door die. Min die. Oké, de massaportie die kunt u vinden in Binas tabel 99. En dan ziet u bijvoorbeeld zo op zuurstof en dan staat daar zo 16,00 boven. Nou, dat kunt u voor alle stoffen zien als u in de Binas kijkt. En daar haalt u dan de gegevens uit. In dit geval ga ik ze natuurlijk gewoon geven. En dan ga ik vertellen dat het 32 is van zuurstof, dat het 44,01 is van CO2 en 18,016 van water. Nou, dan moeten we uit gaan rekenen wat die waarden zijn die daaruit komen. Daarvoor moeten we de massa delen door de massa van één portie. En dan komen we uit op de waardes. In dit geval 468,94 gedeeld door 32 is 14,65 en een beetje. Vandaar die puntjes. Nou, dat doet u voor alle drie 11,39 en een beetje en 6,51 en een beetje. Vervolgens gaat u opstellen op basis hiervan hoeveel C'tjes, H'tjes en O'tjes we na de pijl hebben. Nou, als we kijken, dan zien we na de pijl dat de CO2 de enige leverancier is van C'tjes. En daar heb ik 11,39 van. De verhouding in CO2 is 1 C'tje ten opzichte van 2 O'tjes. Dat betekent 11,39 C'tjes. 11,39 porties. De verhouding wel te verstaan. Let op. We zeggen heel vaak het woord portie, dat wordt ook wel eens het woord mol genoemd. Oké. Waterstof zit in water, H2, dus 6,51 keer 2 en dat is 11,39 en een beetje. Hé, die komen verdacht dicht bij elkaar in de buurt. Excuses, ik heb verkeerd uitgerekend. Dat is natuurlijk 13 en een beetje. 13,03. Puntje. Oké, dan hebben we zuurstof. En zuurstof is
twee keer in CO2, dus eigenlijk moet je dit keer 2 doen, plus dit keer 1. Oftewel 11,39 keer 2 plus 6,51 en dat geeft 29,30. Nu gaan we eens kijken hoeveel we na de pijl hebben. En daarvoor gaan we kijken naar de C'tjes, naar de H'tjes en naar de O'tjes. Nou, de C'tjes die moeten allemaal wel in stof X zitten, want we voegen alleen zuurstof toe. Dus we weten zeker dat de C'tjes in stof X hebben gezeten. Dus dat is gewoon 11,39 en een beetje. He? Dat die puntjes nogmaals betekenen, dus ik reken door met een waarde uit mijn rekenmachine. De H'tjes is hetzelfde verhaal, die moeten hebben gezeten in stof X. De O'tjes, daarvoor geldt dat we moeten kijken hoeveel er na de pijl was en daarvan afhalen hoeveel er voor de pijl was. Oftewel 29,30 min 2 keer 14,65. Nou, en een beetje en een beetje. De snelle rekenaar onder u die heeft gezien dat dit ongeveer aan elkaar gelijk is. Sterker nog, O is 0. Ik zal dat even uitschrijven om daarover verwarring te voorkomen. Dat betekent dat er geen enkel zuurstofdeeltje aanwezig kan zijn in in stof X. Alle zuurstof komt voort uit de zuurstof uit de lucht die mee heeft gereageerd bij de verbranding. We weten dus zeker dat stof X alleen bestaat uit C en H. Daar moeten we dus mee verder. C en H. C is 11,39 en H is 13,03. Nou, we delen dan altijd door het kleinste getal. Dat betekent dus, en daarvoor ga ik even over naar het rood, dat wij gaan delen door 11,39. We delen beide door het kleinste getal. Dan krijgt u de volgende uitkomst. C is 1, maar H is, even goed kijken, 1,14. Ja, hier kunnen we niks mee. Dit is een te groot verschil om te zeggen 1 staat tot 1. Dus nu moeten we gaan kijken waarmee kunnen we deze getallen nou vermenigvuldigen om uit te komen op een geheel getal voor die H. Nou, dat is een kwestie van puzzelen. Iets anders is het niet. In je rekenmachine een beetje proberen en dan kom ik uit op keer 7 geeft een geweldige uitkomst. Want dat komt ongeveer uit op 8 dan en deze komt uit op 7. De verhouding die we dus kennen in deze stof is C7H8. 7 C'tjes ten opzichte van 8 H'tjes. Dit is een verhouding die klopt in dit verhaal. Let op, dit is een verhouding. En dit is dus niet de molecuulformule. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Maar dan komt vraag B. En vraag B luidt, de damp van toluïen is bijna 3 keer zwaarder dan die van zuurstofgas. Dus 3 keer zwaarder van zuurstofgas. Nou, van zuurstof weten we O2 is 32. Als je 3 keer gram per portie, en ik noemde net al, je zou ook kunnen zeggen gram per mol. Zuurstofgas keer 3 is dus, als ik mij niet vergis, 96 gram per portie. Dat is dus de massa van die hele stof. Dus hier zie je dan die berekening die erbij zou horen. Dus O2 is 32 gram portie, K3 96 gram per portie. Dit lijkt trouwens meer in 9, ik zal er even duidelijk een G van maken. Oké, als dit zo is, dan kunnen we nu de volgende stap gaan zetten. Want we weten dat het 96 gram per portie is. Dan moeten we eerst maar eens kijken naar die formule die we net hebben gemaakt, C7H8, waar dat op uitkomt. Nou, het is 12 keer 7 plus 8 keer 1, oftewel 8. Nou, 12 keer 7 is in mijn beleving 84. 70 plus 14 is 84. Plus 8 is 92 gram per portie. Nou, dit betekent dus dat we direct de juiste molecuulformule hadden gevonden. Want 92, dat is ongeveer gelijk aan 96. Want als we de verhouding intact moeten laten, dan zouden we dit nu allemaal keer 2 moeten doen. Ja, dan kom je op 2 keer zoveel uit bijna. Dus C7H8 blijkt de juiste formule te zijn. Bij vraag C wordt er gevraagd om de structuurformule te tekenen. Nou, ook hier geldt C is 4 en H is 1. Dit is de covalentie. En covalentie wil zeggen het aantal bindingen dat die stof aangaat. Nou, we weten dat de C er 7 zijn en de H zijn er 8.
Nou, je kunt gaan puzzelen, maar een mogelijke structuur is deze, waarbij je C'tjes in een ring hebt zitten, een zogenaamde cyclo, 6, we doen ergens anders, met een aantal dubbele bindingen, om zo te voldoen. Want we hebben eigenlijk wat weinig haartjes. Nou, op deze manier kun je dat dus doen. Hier een haartje, hier een haartje, hier heeft hij al 4 bindingen. Dit zijn er al 4. Ik zal er even een stip bij zetten, dat je weet waar dat is. Hier zijn het er 3. Hier zijn het er 3. En hier zijn het er 3. En hier kunnen we er dan ook nog 3 kwijt. Dus hier in totaal zien we nu die 8 haartjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oftewel, alle 8 haartjes. Als je gaat tellen, zul je ook zien dat ze allemaal voldoen aan de regel van covalentie. Ja. Dit was opgave 2 in een notendop weer besproken. Het uitzoeken en het rekenen met van die formules is een, nou, niet een truc, maar is wel een vaardigheid die je moet leren. En door veel te oefenen leer je dat. Probeer het ook te begrijpen. Want nogmaals, bij de eerste vraag berekenen we slechts de verhouding. We kijken naar de verhouding en op basis daarvan kunnen we conclusies trekken over wat stof X is. Er hoeft dus ook niet altijd zuurstof in te zitten bij zo'n vraag. Je ziet maar weer bij deze vraag dat dat helemaal niet het geval is. Ik zou zeggen, ga veel oefenen met dit soort opgaven. En daarmee wens ik je natuurlijk heel veel succes.